NOS, 8 uur journaal. Chinese dissident verbannen naar Amerika. Vruchteloos offensief van minister Albright. Nederlandse havenbouwers azen op grote Egyptische order. Dames en heren, goedenavond. De Chinese dissident Wei Qing-sung is aangekomen in de Verenigde Staten. De Chinese regering liet hem vanochtend vrij, officieel om gezondheidsredenen. Maar vrijwel zeker hebben de Chinezen ook gehandeld onder Amerikaanse druk. Vanochtend vertrok Wei Qing-sung naar de Verenigde Staten voor medische behandeling. Hij had eerst nog enkele uren met zijn familie doorgebracht. Wei's vrijlating volgt op de Amerikaans-Chinese top in Washington vorige maand. President Bill Clinton sprak zijn Chinese ambtgenoot Jiang Zemin toen vermanend toe over de mensenrechten in zijn land. Wei staat bekend als de vader van de Chinese democratiseringsbeweging. Gedurende de afgelopen 18 jaar is hij slechts een half jaar lang een vrij man geweest. Hij werd in 1993 vrijgelaten na bijna 14 jaar strafkamp. Maar 6 maanden later was hij alweer opgepakt omdat hij zijn politieke boodschap in het openbaar bleef vertolken. Eind 1995 werd hij tot 14 jaar veroordeeld wegens opruiing. De afgelopen 2 jaar bracht Wei door in een fel verlichte glazen cel onder continu toezicht van bewakers. Elke 2 uur kreeg hij een nieuwe celgenoot. De 47-jarige Wei heeft hartklachten en had zijn verblijf in de gevangenis waarschijnlijk niet overleefd. De internationale reactie op Wei's vrijlating is positief, maar men hoopt op meer dan slechts een gebaar. Andere dissidenten, zoals de 27-jarige studentenleider Wang Dan, zitten nog vast. It's only the first step, because what the Chinese people and the international community would like to see is a more open and tolerant regime in China. And I certainly hope the Chinese leadership has the courage to take the country forward in that direction. Volgens zijn broer zal Wei Jingxiang de strijd om een democratisch China niet opgeven. Beijing-san kan niet meer naar China terug, want dan zal hij de rest van zijn gevangenisstraf, nog 12 jaar dus, moeten uitzitten. President Clinton heeft al laten weten dat hij blij is dat Wei naar de Verenigde Staten is gekomen en dat hij hem wil ontmoeten na zijn medische behandeling. Het diplomatieke offensief van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Albright in de Golfregio heeft tot nu toe weinig steun opgeleverd. Albright wil daar onder meer begrip kweken voor een eventuele Amerikaanse actie tegen Irak. Maar Kuwait sprak zich zelfs glashelder uit tegen elk militair ingrijpen in de crisis tussen Irak en de Verenigde Naties. De Verenigde Staten gaan gestaag door met de uitbouw van hun strijdkrachten in de Golf. Zo zal het vliegdekschip George Washington, hier in het Suezkanaal, zich over 2 dagen bij de rest van de Amerikaanse Armada in de Persische Golf voegen. De oorlogsbodem heeft 75 vliegtuigen aan boord. In Bahrein ontmoette minister Albright de 6 door Irak uitgewezen wapeninspecteurs. Opnieuw sprak ze daar haar overtuiging uit dat Bagdad biologische en chemische wapens verbergt. Common sense suggests that the reason UNSCOM inspections were challenged is because those inspections were about to uncover facts or materials the Iraqi regime does not want the world to see. Observatievluchten met de U-2 moeten de VN nu op de hoogte houden van illegale activiteiten in Irak. Of er vandaag zo'n aangekondigde vlucht is uitgevoerd, is niet bekend. De Iraakse televisie zendt, zoals iedere dag, beelden uit van weerbare burgers die zich voorbereiden op Amerikaans geweld. En ook in ziekenhuizen treft men voorbereidingen. Patiënten die geen dringende hulp nodig hebben, moeten alvast naar huis. Rusland heeft inmiddels aangeboden zijn van ouds goede relatie met Bagdad te benutten door als bemiddelaar op te treden. Vicepremier en tweede man op de VVD-lijst, minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken, is tegen de verlaging van het minimumloon, zoals dat wordt voorgesteld in het VVD-verkiezingsprogramma. Die verlaging van het minimumloon is belangrijk voor de VVD.
Maar wat Dijkstal betreft kan die passage eruit. Hij vindt het helemaal niet belangrijk, zei je vanmiddag in het programma Buitenhof. Ja, ik vind het absoluut geen hoofdpunt. Veel mensen wel. Nou, weet ik niet. Kijk, vanuit de verkiezingsprogrammacommissie is het gedaan om te proberen mensen aan de onderkant in de arbeidsmarkt een grotere kans op werk te bieden. Als dat werkelijk zo zou zijn, dan is het interessant. Ik betwijfel echter of dat zo is. Want ik ben bang dat de afstanduitkering loon verkleind wordt. Terwijl die juist groter zou moeten worden. En in de tweede plaats vrees ik dat het over een zeer beperkt aantal mensen gaat. De acteur Koen Vrijbergen de Koning is gisteren aan een hartaanval overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als Johnny in de televisieserie Flodder. En als politiecommissaris Katz in de serie Katz & Co. Maar Vrijbergen de Koning, zijn grootste passie ging uit naar het muziektheater. Hij was medeoprichter van het gezelschap The Shooting Party, waarmee hij in 1996 de Annie M.G. Schmidprijs kreeg. Koen Vrijbergen de Koning is 47 jaar geworden. De bankrover die gisteren in Duitsland een man doodschoot en een aantal ernstige verkeersongelukken veroorzaakte, is nog spoorloos. Er zijn inmiddels bij de Nederlandse politie honderden tips binnengekomen, die worden nagetrokken. De Duitse televisie vertoonde dit weekend deze compositiefoto. En dat heeft tiental tips opgeleverd. In Parijs is de oud-leider van de Franse communisten Georges Marchais overleden. Marchais leidde de partij van 1972 tot 1994. Tijdens de Koude Oorlog was hij een uitgesproken aanhanger van de Sovjetpolitiek en ook daarna bleef hij trouw aan de oude idealen. In de jaren 80 liepen steeds meer communisten over naar de socialisten van Mitterrand. De aanhang van de partij halveerde. Maar Marchais week niet. Hij nam openlijk afstand van de perestroika van Gorbachev. Georges Marchais is 77 jaar geworden. Voor het eerst brengt het Nederlands Koningshuis een staatsbezoek aan Egypte. Vanaf morgen zijn koningin Beatrix en prins Klaus 3 dagen de gast van president Mubarak. Grote Nederlandse bedrijven hopen dat het bezoek goedwil kweekt. Ze zijn namelijk in de markt voor een indrukwekkende opdracht. Het wordt een miljardenproject in Port Said aan het Suezkanaal. Een van de belangrijkste vaarwegen in de wereld. Bij Port Said zal een nieuwe stad worden gebouwd voor 5 miljoen mensen, een nieuwe haven en een enorme vrijhandelszone. Het wordt de poort naar Afrika en het Midden-Oosten, zegt staatssecretaris Hani Hosni, die verantwoordelijk is voor het project. The geographical location is very important. One. Second, with the completely technological development of the whole world that's coming in the 21st century, you don't have to divert to have your commodities. So you have to attract part of the world traffic crossing the Suez Canal north and south, and that is the best location of it. Hoewel er meer landen op het miljardenproject azen, is Hosni onder de indruk van de Nederlandse deskundigheid. You have a very good system in Holland, and we're hoping very much to have a system similar for the next century. For example, the redistribution, the logistic centers, the multimodal transports. And things like that. Egypte zit economisch in de lift. Staatsschulden nemen af, overheidsbedrijven worden afgestoten, buitenlandse investeringen aangemoedigd. Er valt te verdienen in Egypte, weten ook de Nederlandse ondernemers. Zeker als je deskundigheid in huis hebt die ze in Egypte missen. I've been to the Netherlands. We have been talking with your people. Your expertise on that. Yeah. What are the chances of the Dutch industries to participate in this plan? Very much. Vandaag begint het staatsbezoek. Zaterdag komt de economische missie uit Nederland. En dan is het nu tijd voor het weer. Vannacht in het oosten een paar opklaringen, maar voor de rest blijft het bewolkt. In het zuidwesten af en toe motregen. Het wordt ongeveer 6 graden. Morgenochtend nog veel bewolking, maar vanuit het oosten klaart het op. 'S Middags overal periode met zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Na morgen geregeld zon, maar met een stevige zuidoostenwind en temperaturen van 5 tot 7 graden is het schraal weer. En dit was het 8 uur journaal van zondag 16 november. We zijn weer terug om 10:55 op TV2. Ik wens u nog een heel prettige avond verder.